We moeten even over het woordje amai spreken. Amai kan je gebruiken in een positieve context en in een negatieve context. Bijvoorbeeld, een kindje heeft een tekening gemaakt, dan kan je zeggen: amai, wat een mooie tekening. Amai, wow, positief. En je bent een beetje verrast. Je kan het ook in een negatieve context gebruiken. Bijvoorbeeld, je gaat naar de supermarkt en je vraagt iets aan een persoon en die is niet zo vriendelijk of die is onvriendelijk. Dan kan je zeggen: amai, die persoon was niet vriendelijk. Je kan amai dus in een positieve en in een negatieve context gebruiken.